Goedemorgen, dames en heren en kijkers. Wij zijn hier op de locatiekeuring bij Albert Luiks. Of familie Luiks, laat ik het zo zeggen, want het is een familiebedrijf. We hebben niet zo prachtig weer. Het is behoorlijk regenachtig en nat. En het is ook niet echt warm, dus wij hebben allemaal een lekker warme jas aan. We gaan er toch proberen een leuke keuring van te maken. Dus we hebben een negental paarden. Eén paard was ziek, is vanmorgen afgemeld. So, all the people who don't speak Dutch, we are on the location curing in Family Luiks in Diever. We have nine horses to judge this morning. So it's a typical Dutch weather. It's raining, cold. So we make it a nice day from. So see you later. Have a nice view.
resultaat van nummer 1. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Ze zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is verticaal en goed gesteld. De schouder is ietsje stijl. Hij zou in de bovenlijn, vooral de rug, zou iets sterker mogen zijn. Kruis-lenne-aansluiting is voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Paard heeft een lang voorbeen. Paard zou in stap iets meer takt kunnen hebben en ook iets meer ruimte kunnen hebben. In draf is het paard voldoende opwaarts. Is een beetje traag in het achterbeen. Heeft een voldoende gedragen draf. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The results of number 1. Horse could a little bit nobler in the head. The pull of the neck could a little bit longer. The neck is vertical and long enough. The shoulder is a little bit steep and the back is also a little bit weak. The connection croup loins is strong enough and also the croup is a little bit sloping. The horse has a long front leg and in walk she could a little bit more length and also a little bit more suppleness. In trots is nice upwards, a good hind leg moving, a little bit slow, but overall we take it in the stud book with a third premie.
Dan volgt hier het resultaat van nummer 2. Een paard met een edel hoofd. Ietsje een horizontale hals die ook iets meer lengte zou kunnen hebben. Heeft een goede schouderligging die schuin is. De rug zou ietsje meer bespiering kunnen hebben, ook iets meer iets sterker zou kunnen zijn. Het kruis heeft voldoende lengte, iets hellend. Het paard is wat neerwaarts gebouwd, ook wat onderstandig. Heeft voldoende kwaliteit in zijn achterbenen, ook voldoende kwaliteit in het voorbeen. De stap van dit paard, zo zien we graag een paard stappen, ruim, lekker door zijn lichaam. Heeft een goede pas die hij ook goed afmaakt. In draf zien we hem graag iets opwaarts draven. Maar een neerwaarts gebouwd paard zal ook moeilijk opwaarts kunnen draven. En het achterbeen zou ook iets meer onder het lichaam geplaatst mogen worden. Het paard krijgt een derde premie vanwege zijn bouw die hem wat tegen zit. En wel een hele goede stap. Vandaar dat we ook een premie voor het paard geven. Een goed gebouwd paard wat ietsje sterker in zijn bouw zou mogen zijn. Results of number 2. Een noble head. De nek is a little bit horizontal. En could a little bit longer. En good shoulder. De upper line could a little bit more muscles. De croup is long enough and a little bit sloping. De legs of quality is good. De walk was roomy en powerful and good through the body. In trot we seen more like more uphill and the hind legs more under the body. Overall we take it in the stud book with a third premie.
Dan komt hier het resultaat van nummer 3. Een paard wat niet zo lang hoofd heeft, ook niet zo recht neusbeen heeft. Wel een voldoende sprekend hoofd heeft. Een paard met een veel halslengte. Die ook verticaal gesteld is. Heeft een schouderlegging die gewenst is. Ook de bovenlijn is voldoende sterk. Kruis is ook voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het achterbeen is licht sabelbenig. Het paard zou in stap toch iets meer ruimte en ook meer, iets meer regelmaat en ook iets meer tact kunnen hebben. In draf is het paard voldoende opwaarts. Heeft een goed voorbeengebruik. Maar zou ook daarbij iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben. En het achterbeen komt van ver. Zou ook meer onder het lichaam geplaatst moeten worden. Dit paard wordt vanwege zijn beweging vandaag opgenomen in het stamboek. The results of number 3. It's a horse with a lot of racial type. The head could a little bit nobler, but a good long upstanding neck. The conformation, the back is strong enough and also the croup is long enough. The connections are good and strong. The quality of the legs is a little bit tuning in and a little bit sickle hot. The walk could a little bit more room and also a little bit more regularity. In trot is uphill but and a good hind leg, but a good front leg. But the hind legs needs more under the body and more suppleness in the body. So overall we take it in the stud book today.
Het resultaat van nummer 4, een paard met een edel hoofd, heeft een hals die voldoende van lengte is, zou iets meer nek kunnen hebben. Het paard is sterk in de bovenlijn, heeft een voldoende lang kruis, heeft een lang voorbeen wat positief is. Het paard is nogal wat sabelbenig. In stap is dit paard ruim en voldoende krachtig en stapt ook makkelijk door het lichaam. In draf dan zit toch, denken wij, de sterke bovenlijn hem een beetje in de weg. Hij zou iets meer tot dragen mogen komen en ook iets meer opwaarts mogen dragen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie vanwege een goed type en een sterke bouw. Nummer 4. Het is een horse with a noble head, een good long neck, a little bit, the pull of the neck is a little bit short, the upper line is strong, the croup is long enough, a little bit sloping, the quality of the legs could a little bit better, is a little bit sickle hugged, the walk was room enough and also good through the body, trot, she needs more uphill and more the hind legs under the body. So we take her in the stud book because the good confirmation with a third premie.
zelf doorlopen zo. Doorlopen? Zelf doorlopen. Ik denk dat je...
De jury komt uit de tent, want de zon die... De zon komt erbij en het paard krijgt van ons. Dus goed. Nummer 5. Een paard met een voldoende edel hoofd. Heeft ook voldoende neklengte. Ietsje zwaar in zijn hals. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis dat voldoende van lengte is. De kwaliteit van het beenwerk is voldoende hard en voldoende droog. In stap zou hem graag wat ruimer willen stappen, maar het paard was erg gespannen. Vandaar dat we hem ook iets langer hebben laten stappen. Het paard draaft wel met veel lichaamsgebruik. Heeft ook een goed achterbeengebruik, wat ook veel buiging had. En ook een goed zweefmoment. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Nummer 5. A horse with a noble head. Long vertical neck, a little bit heavy. The upper line is strong. Also the croup is long and a good conformation. The quality of the legs is good, a little bit single hocked. The walk could a little bit more roomy and also more through the body. But in trot, he had a very good hind leg moving. And also the front legs were very good. So overall, we take her in the studbook star with the second preview. Ja, goedemorgen. Fijn dat we hier met elkaar staan. We maken van deze gelegenheid gebruik om de eigenaren van Wiertmer van der Boppelaan Ster Sport Elite in het zonnetje te zetten. Wiertmer is paard van het jaar geworden in 2020 en tijdens de hengstenkeuring is de fokker al in het zonnetje gezet. Maar als gevolg van corona konden de eigenaren daar niet bij zijn en die staan hier bij mij, Perry en Claudia Preksel uit Oostenrijk. Heel fijn dat jullie er zijn. So today we are here to give you the awards for the horse of the year. We are very delighted that you are with us here today, all the way from Austria. We would like to say congratulations to you with the horse of the year, Wiertmer van der Boppelaan Ster Sport Elite. It's a beautiful horse. It's the successor of Elias 494. And you are great ambassadors for the Friesian horse in Austria. So we would like to thank you for that. All the work you have done for the Friesian horse and keep doing in the future, hopefully. Wiertmer drove to the highest level. We are very delighted that also the public and the jury found this the best horse. And I would like to present to you this this award. This is also a financial award from the province of Friesland of 500 euros. And we would like to give this to you. And Marijke also has some nice flowers. So thank you for being here. And and all the best for you with all your horses, and thank you for sharing this with us. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We are happy to be here in the Netherlands and to present Friesian horses, but not only here in the Netherlands, also in whole Europe, not only in Austria. Mm-hmm. Yes, because I like these horses. They are very, very strong horses, very delight horses, and they should be to ride and drive for everybody all over the world. Absolutely, nothing to add to that. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye bye. Even met de andere hol. Marijke.
Het resultaat van nummer 7. Een paard met een iets lang hoofd, wel sprekend hoofd. Heeft voldoende neklengte, ook een halsstand die gewenst is. Een verticale hals en ook een schuin schouder, een sterke bovenlijn. Het kruisje zou iets, misschien iets meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk is licht gehoekt en voor is hij nogal wat week gekoot. De stap was ruim en lekker door zijn lichaam en door zijn lijf stappend. Hij heeft een ruime stap, een krachtige stap. In draf dan is dit paard opwaarts. Heeft veel achterbeengebruik met veel zweefmoment. Een paard zo we ze graag zien draven. Dit paard wordt vandaag opgenomen met het, in het stamboek, dat was hij al. Krijgt een ster met een eerste premie. Nummer 7. Een horse, the head is a little bit long, but it's noble. The neck is long enough, also the pull of the neck is long enough. A good, strong upper line. The croup is a little bit short. The horse was a little bit weak in the pastern in the front legs. And had the walk was room and powerful. And very powerful, good through the body. Also in trot, he was uphill, good front leg, and also a very good hind leg with a lot of suspension. So we take it in the stud book with the first preemie.
Het resultaat van nummer 8. Een paard met heel veel rastype, een edel hoofd, heeft veel behang. Ook een verticale hals die goed gesteld is. Heeft een schouderligging die gewenst is. Paard is, zou in de bovenlijn ietsje sterker kunnen zijn, maar het is een paard van 2010. Het paard is 11 jaar oud, dus daar mag er ook een beetje minder bespiering op zitten. De beenwerk is goed bewaard gebleven, goed hard en droog beenwerk. Het paard stapt iets kort, zou wel met voldoende kracht, maar zou iets meer ruimte kunnen maken in de stap. Het paard draaft opwaarts, heeft een heel goed voorbeengebruik. Het achterbeen zou misschien iets meer onder het lichaam geplaatst kunnen worden. Maar al met al een paard met veel verdiensten in de sport al. Het paard wordt vandaag Vullenboek Ster. Oh. In Engels. A horse with a lot of racial type, long manes, a noble head, good vertical neck. The shoulder is sloping. The upper line could a little bit stronger, but the horse is 11 years old. The quality of the legs is very good for an 11 years old horse. The walk was a little bit short, but powerful. In trot, he had a very good front leg and also a good hind leg, maybe a little bit more under the body. But overall, we make him star today.
resultaat van nummer 9. Een paard met veel rastype, heeft een edel hoofd, voldoende van lange nek. Ook halslengte die lang is en verticaal. Schouder ligt er schuin in. Hij is ietsje strak in de bovenlijn. Maar vooral kruislendenaansluiting is ietsje strak. Heeft een gewenste kruisligging. Paard heeft een lang voorbeen, wat ook heel positief is. Het beenwerk is er nogal wat sabelbenig. Heeft een hele lange coat. Coatlengte voor. Het paard stapt met veel ruimte en ook met veel kracht. Heeft ook goed lichaamsgebruik en souplesse. In draf zouden we hem toch graag iets meer over de rug zien gaan. Hij is een beetje strak in de bovenlijn en dat houdt in de bovenlijn een beetje strak. Maar vanwege een goede stap en ook een sterke bouw wordt het paard vandaag sterk verklaard. Nummer 9, een horse with a noble head, een long neck, good vertical neck, een sloping shoulder, een strong upper line, maybe a little bit straight. De croup is long and good. The walk was room and powerful and also nice through the body. In trot we see him more suppleness. We like to see more suppleness and more the hind leg under the body. But overall, because the good conformation and the good racial type and the good walk, we make him star today.
So this was the last horse. Number 10 was also number 10 was ook niet aanwezig. Ik ben alweer in het Engels. Want nummer 10 had een ongelukje met het vervoer gehad, begreep ik. Dus die is vandaag niet gekomen. We zijn hier klaar met deze keuring. We hadden toch redelijke kwaliteit. En we mogen qua weer niet mopperen. Het was wel een beetje nat en vies. Maar we hebben toch redelijk droog kunnen keuren. This was the last horse. Number 10 was also had an accident on the way to the curing. So he was not there. This was the last horse. We had a good quality of the horses here. The weather was so far so good. No rain. So this was the last horse. We see you back, I believe, next week. I don't know the exactly date, but follow the website and you can see when the next curing is there. Tot de volgende keer. Ik weet niet wanneer de volgende keuring is. Dat heb ik vergeten naar te kijken, maar op de website staat vast zeker wanneer de volgende locatiekeuring is. Tot de volgende keer.